Leerlinge Laura Zandman uit klas 2B van OSG Zevenwolde in Grauw heeft voor haar klas de hoofdprijs van de Jonge Academie on Wheels op school gewonnen. Voor deze wedstrijd moest een vraag over wetenschap worden beantwoord. Die luidde: hoe ziet een dag uit het leven van een wetenschapper eruit? Het antwoord mocht als tekst worden ingeleverd, maar Laura kwam op het idee een tekenfilm te maken. De hele voorjaarsvakantie offerde ze op aan het maken ervan, maar het resultaat is bijzonder grappig. De begeleidende tekst is: dat krijg je van al die experimenten. Maar zonder experimenten geen vooruitgang op allerlei gebieden in de wetenschap. Klas 2B van Zevenwolde won met deze inzending de hoofdprijs. Een bezoek van de bus van de Jonge Academie on Wheels. Die komt 13 mei op school langs en biedt een dag vol workshops, quizzen en andere actieve zaken. Actrice Victoria Koblenko is daar ook bij. Vrijdag krijgt Laura van docenten Cora Bouwland alvast een taart en een oorkonde.